Nee. Mag ik je er even op attenderen? Zoals jij net zo mooi zei, we doen dit allemaal voor jullie. Goedemorgen, Vincent. Hallo? Wat een rare microfoon. We moeten naar Nijmegen, Mogol. Ik heb me tot in de puntjes voorbereid, zoals jullie van mij gewend zijn. Gisteren had ik de papieren op de bank liggen en toen dacht ik bij mezelf, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker een paar blikjes bier drinken en toen ben ik in slaap getrief. Nee? Dick Wels, ver weg. Bleef Nijmegen, mijn jeugd, toch dicht bij mij. Van Joris Ivens. Ja, prachtig. Nee. Wacht. Ja. Nijmegen is dus een enorm oude stad. Nijmegen. Door de nazi-Duitsers. Kut. De hele dag snuiven en de hoer uithangen. En, dus. Volgens sommigen is Nijmegen de leukste studentenstad van Nederland. Maar volgens de meesten ook helemaal niet. Dus dat, ja, is best wel jammer. Kut. Bijvoorbeeld dat Nina Simone ook in Nijmegen heeft. Ze leed namelijk aan enorme manische depressies en alles. Nou, en kunnen we er ook aan voorbij gaan zonder marktkaart? Dan denk je natuurlijk aan Siska Peters met al die tijdloze banger. Want er liep. Want. Om deze brug, die, zie je hem? Die brug, daar is keihard voor gevochten. En deze brug, hè? Maalbrug. Deze brug staat symbool voor de schijnvrijheid die wij nu hebben. Want die schijnvrijheid is tot bloedens toe bevochten in de Tweede Wereldoorlog door Normannen, Canadezen, Polen. Poolse Normannen, Poolse Canadezen. Britten, Amerikanen. Bloed, tering, tyfus, aids. Allemaal op die brug. Allemaal op die brug. Jezus. Wat was van? Nou ja, operatie Market Garden. Operatie Market Garden. Eén grote, drukke tering zou je daar op die brug. Maar hebben ze de brug ook in handen gekregen? Ik veel. Vechten en knokken was het echt. De Waalbrug. Die... Ik weet het eigenlijk niet. Oké. Het waren Britten, Amerikanen en Polen, dacht ik. Ja, maakt mij het uit. In ieder geval is er wat gebeurd op die brug. En als ik naar die brug kijk, denk ik bij mezelf, ja, je had ook die brug kunnen doen. Ja. Of je had met de bus kunnen gaan. Kan mij het schelen. Anders kom je niet naar de overkant. Nee, maar heb je daar 3 bruggen voor nodig? Nou, ik denk dat als je daar staat... En daar is geen brug, dat je denkt, kanker, moet ik helemaal die kanker... Maar misschien zegt morgen wel iemand, ja, maar fuck it, ik wil hier een brug. Een 4e brug. Ja, ik denk wanneer dat je het heel erg relaxed vindt als je daar de brug over wanneer kan lopen. Wanneer is het dan klaar? 5 bruggen? 6 bruggen? Dat is een brug te ver.